Mijn naam is Olaf Adan. Ik ben hoogleraar bij de faculteit Technische Natuurkunde van de TU Eindhoven. Ik ben Principal Scientist bij TNO. En ik ben sinds 2 jaar als CSO betrokken bij Celsius. De eerste spin-off die voortkomt uit TNO en TU Eindhoven gezamenlijk. Celsius richt zich op de ontwikkeling van warmtebatterijtechnologie. Een warmtebatterij is een opslagmedium wat warmte of energie verliesvrij opslaat. En we zijn erin eigenlijk uniek in onze soort. De technologie die wij ontwikkelen maakt gebruik van de 2 meest voorkomende ingrediënten op aarde. Water en zout. Warmtebatterijtechnologie, waaraan we ook werken in Eindhoven Engine, in een project genaamd iHeat at Home. En iHeat at Home doet 1 simpel ding en dat is kijken hoe vol of hoe leeg is die warmtebatterij. Waarom in iHeat at Home en Eindhoven Engine? 1 belangrijke reden, omdat dat heel veel partijen uit het netwerk van Eindhoven Engine bij elkaar brengt, die ons helpen om deze technologie volwaardig als een product naar de markt te brengen. En dat creëert een enorme dynamiek. En Celsius heeft het laatste half jaar ruim 20 studenten aan boord gekregen die ons helpen om elementen in onze technologie veel verder te ontwikkelen. Om het principe te illustreren, de 2 ingrediënten, zout aan de ene kant, water aan de andere kant. En als ik die 2 bij elkaar doe, ontstaat er een reactie en wordt het warm. En zelfs zo warm dat je het niet meer vast kunt houden. Celsius, een jong bedrijf, ontsproten uit de Brainport-regio. En ik meen oprecht dat ik denk dat wij bezig zijn met een potentiële gamechanger. Die versnelling doen we niet alleen, dat doen we samen met heel veel partners uit de Brainport-regio, uit Eindhoven Engine en wellicht ook samen met jullie.